Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 25. Ik ben Patrick Oudek en ik praat met pensionado's. Mijn gast, Jos Paaks, officier in de Orde van Oranje Nassau. Pionier, strateeg en topondernemer. Zijn motto, bouwen is liepje. Jos is oprichter van Paaks Holding BV, een toonaangevend internationaal opererend bedrijf van Friese bodem op het gebied van anaerobe waterzuivering en biogas, waarvan de installaties wereldwijd worden ingezet. Hij is winnaar van veel internationale prijzen en onderscheiden met de prestigieuze Hoge Werf Gouden Medaille. Op 63-jarige leeftijd ontvangt Jos het eredoctoraat van de TU Delft. Ik praat met hem onder andere over zijn jeugd en hoe hij als 15-jarige in het arbeidsproces terechtkwam. Zijn bijzondere vriendschap met Sjoerd Vellinga, zijn drang naar vrijheid en het ondernemerschap dat hem deze mogelijkheid bood. Hoe hij via Silobo terechtkwam in de wereld van biogas en anaerobe waterzuivering. Zijn kijk op internationaal zaken doen en de bedrijfscultuur. Zijn grote trots, dankbaarheid en liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. En dat hij zich tot op de dag vandaag zich bezighoudt met technologie en de toepassing daarvan ten dienste van de samenleving. Kortom, wij praten over verleden, heden en toekomst. Fijn dat je luistert naar Pensionado. Bij mij op de bank, Jos Paak. Jos, hartelijk welkom bij de podcast Pensionado. Fijn dat je vandaag mijn gast wil zijn. Ik weet dat je uit Friesland komt, dus je hebt al het aantal kilometers achter de rug. Maar ik weet niet precies uit welk dorp of welke stad uit Friesland kom je. Nou, ik ben geboren in Sneek en ik woon vlakbij Sneek. Ja. Dat is hier 120 kilometer vandaan. Zo. Maar Friesland is natuurlijk heel groot. Ja. Als ik ben dit weekend bij mijn broer zomerhuisje geweest in Ameland. En dan moet je van Sneek naar Holwert, daar met de boot verder. En dat is net zo ver als van Sneek naar Amsterdam. Je praat nu over 120 kilometer, maar een man als jij, cosmopoliet, draait niet je hand daarvoor om, denk ik zomaar. Nee, ik heb natuurlijk mijn hele leven ongelooflijk veel gereisd. Ja. Maar dat ging dus niet per auto, maar het ging per vliegtuig. Het ging per vliegtuig. Overal geweest in de hele wereld. En ja, dan wat is afstand eigenlijk? Het is gewoon een kwestie van tijd. Ja. Daar komt bij dat ik nu in toenemende mate mij laat rijden. Dus ik zit ernaast en ik kijk omheen en iemand anders die rijdt voor mij. Ja. Ja. Het is niet glaasje op, laat je rijden, maar bij jou is het standaard, ik laat me rijden. Ja, ik laat me rijden. Ja, heerlijk. Jos, wat ik van je weet, pionier, strateeg, ondernemer vooral. Ja. Je sporen verdient op het gebied van waterzuivering. Klopt. Ja. Wil jij je introduceren? Nou ja, Jos Paak, geboren in Sneek op 31 augustus 1948, dus heel veel jaren geleden. Mm-hmm. Toen was de wereld heel anders overigens. Toen ik 18 jaar werd, toen had ik na een middelbare school gewerkt bij een bedrijf in Jouwen, het Douwe Egberts. 3 jaar lang gewerkt. Mm-hmm. En daar werd ik getest. Toen bleek volgens de mensen die me testen, dat ik verder moest met wiskunde. En dat ik maar iets van statistisch analist moest worden. En dat zag ik helemaal niet zitten. Nee. Zag ik helemaal niet zitten, had er geen zin in. Dus ik heb me aan ontslag genomen. Ik heb een jaar gefreewheeld. 18-jarige jongen in Friesland, wat word je dan? Dan word je zeilinstructeur. Ja. Achter de meiden dan. Ja. En toen na de zomer zou mijn vader, die een klein bedrijfje had, een eenmansbedrijfje, een ZZP'er zou je nu zeggen, mm-hmm, die vroeg of ik een paar weken wilde helpen. Nou, dat is uit de hand gelopen. Dat is uit de hand gelopen. Dat zeg je dan ook zo heel bescheiden. Dat is uit de hand gelopen. Maar nog even terug. Als je nog even naar je carrière nu kijkt en dan toch nu ziet wat je hebt opgebouwd. Ja. Dat heeft toch te maken ook met een aantal kwaliteiten die je in je draagt. Hoe was jij als jonge jongen? Nou ja, ik denk als heel veel andere jonge jongens. Wat creatief. Ondernemend. Ja. Maar ja, het is ook natuurlijk heel moeilijk om over jezelf te praten. In de zin van, kijk eens, ik was hier goed en ik was daar goed in. Ik was goed in wiskunde. In talen. En ik was altijd wel geïnteresseerd. Ik was nieuwsgierig. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen voor mensen, ook jonge mensen, is. Je moet nieuwsgierig zijn. Waarom is iets dan wat het is? Mm-hmm.
Weet jij nog een bijzondere gebeurtenis te herinneren in de periode tussen 3, 6 jaar? Ja, wij hadden in Sneek een winkeltje, een vulpennenwinkel. We hadden 8 kinderen overigens. Ik was de oudste van 8. De oudste dus van 8 kinderen. Een druk gezin. Ja. Wat kan ik me eigenlijk niet herinneren? Ja, ik had een trapauto. En daar mocht ik dan op de stoep mee rijden. Ja. Maar ik hoor je zeggen, een ondernemersfamilie. Ja. De oudste in een gezin van 8 kinderen. Dat betekent dus ook een hele grote verantwoordelijkheid. Als oudste van 8 kinderen. Dat is wel zo. Maar dat heb ik nooit zo drukkend ervaren eigenlijk. Nee. Ik bedoel, het ging zoals het ging. Ik ben natuurlijk van huis uit een positivo. Uh-huh. Dat moet je zijn als je ondernemer wil. Als je geen ondernemer wil. Als je ondernemer wil worden, dan moet je een positivo zijn. Anders moet je boekhouder of zo worden, denk ik altijd maar. Ja. Dus als positivo kijk je naar de dingen in een positieve zin om je heen. Ja. Maar ik begrijp ook dat je ook uit een ondernemersgezin komt. Dat winkeltje in de Sneek was al, zeg maar, jouw eerste kennismaking met ondernemen. Mijn grootvader was ook ondernemer, hoedenmakerij in Sneek. Kwam het daarvoor uit België. We zijn eigenlijk, dus daarom heb ik ook geen echte Friese naam, maar een Franse naam. De familie kwam uit Wallonië. Ja. En die zijn zo rond 1900 naar Friesland vertrokken. Mm-hmm. Het ondernemen is eigenlijk in onze familie altijd het ding geweest. Hoe heeft jou dat gevormd? Wat heeft dat met je gedaan? Ja, je wordt wie je bent. Ja. Ik ben ondernemer, ik wil dingen ondernemen, ik wil dingen doen. Ja. Vrijheid is een belangrijk woord natuurlijk wat dat betreft. Uh-huh. En dat kan je alleen maar zijn als je ook zelf je beslissingen kan nemen en dus zelf een onderneming hebt. En hoe werd dat zichtbaar in je jeugd? Was je al het jongetje wat al heel snel handeltjes zag? Goeie vraag. Dat kan ik me niet zo herinneren. Het is niet zo dat ik als jongen met allerhande slimme dingen bezig was. Ja, dat begon toen ik een jaar of 17, 18 was. Van de eerste handeltjes die ik deed, was ik waarschijnlijk geweest. En na het eind van het seizoen werden een paar schepen verkocht. Een paar 16 kvadraten. Dat zijn zeilboten van 1,06 meter. Mm-hmm. En de eigenaar van de zeilschool zei van, Oké, ik heb deze 2 te koop. En die kostte 1,000 gulden. Gulden hadden we toen nog. Hè? Toen nog. 1,000 gulden. Ja. Dus ik kende iemand die wilde zo'n boot hebben. Dus ik ben die knaap gaan ophalen. Ik zeg, ik heb 2 boten, je kan kiezen. En ze kosten, welke je maar kiest, kost 1,000 gulden. Ja. Nou, dat vond ik wel een goed idee. Dus hij koopt 1 boot van mij. En toen had ik 1,000 gulden over. En toen had hij de andere voor niks. Ja. Dus ondernemen, ook in de zin van commercieel nadenken over waar je mee bezig bent. Dat is natuurlijk wel een ding waar ik wel redelijk goed in was. Is dat met de paplepel ingegoten? Ja, maar niet in de zin van dat we nou als gezin altijd bezig waren met geld. Maar ik kan me voorstellen, in die tijd, Sneek, een winkeltje, 8 kinderen, dat is toch hard werken? Absoluut, absoluut. Ja, mijn vader heeft hard gewerkt, mijn moeder ook. Ja, dat is inderdaad, dat was afzien. Ja. Dat waren andere tijden natuurlijk. Hè. Ja. Veel mensen kunnen zich die tijden niet meer echt herinneren. Maar ja, dat was, ik bedoel, wij hadden niet elke dag vlees op ons bord. Dat was niet zo. Ja, ja. Ja. Dan kreeg je zondag kreeg je een stukje vlees bij het eten. Ja, ja. Hoe werden jullie als kinderen, zeg maar, meegenomen in het bedrijfje van toen je vader en je moeder? Waren er taken ook? Nou, mijn vader had dan dus die vulpennenwinkel. Ook reparatie van vulpennen. Ja. En die kreeg dan vulpennen vanuit Noord-Nederland, zeg maar, per post geleverd. Die moesten dan gerepareerd worden. Ik mocht elke dag om 5 uur met gerepareerde vulpennen verpakt naar de post om die weg te brengen. Dat soort dingen deed ik wel. Maar het was niet zo dat we nou als gezin altijd heel erg intensief met dat werk van mijn vader bezig waren. Er was ruimte genoeg om ook gewoon kind te zijn. Het spelen buiten, tuurlijk, met de vriendjes. Tuurlijk. Ja.
de lagere school. Wat voor leerling was Jos op de lagere school? Ik denk dat ik een wel nieuwsgierige leerling was. Ik was van erg geïnteresseerd. Ja. Maar het is niet zo dat ik... Ik heb niet het idee dat ik nou qua IQ enorm boven de rest uitsteeg. Wat ik wel had en nog steeds heb overigens, dat is een gevoel voor mensen. Hoe noem je dat tegenwoordig? Sociale intelligentie, EQ. Ja, een EQ. Ja, EQ dat, ja. Dat had ik wel. Ik had ook veel vriendjes. Ja. Kinderen praten dan tegenwoordig vaak over dat ze geplaagd werden. Nou, ik ben nooit geplaagd eigenlijk in mijn jeugd. Ja. Ik plaagde ook niet. Ik kon gewoon met veel kinderen goed opzitten. Ja, ja, ja. Je zegt, je was heel erg sociaal. Deed je daar iets mee? Was jij de man die de feestjes organiseerde? Was jij de man die de voetbalclubjes bij elkaar bracht om te voetballen? Nee. In wat voor zin zie jij dat? Nou, ik heb gevoetbald, maar dat was geen succes, want ik kan helemaal niet voetballen. Nee, het gaat niet zozeer om het voetballen, maar wel weer dat je de vaardigheden gebruikt om mensen bij elkaar te brengen. Dat heb ik niet echt heel intensief gedaan. Nee. Wat was voor jou de gebeurtenis op de lagere school? Wat vond je fijn? Ja, ik heb daar gewoon over die lagere school heb ik een heel goed gevoel. Ja. Het was een leuke school. Het was een katholieke jongensschool. Dus de meisjes waren er niet. Jammer genoeg vond ik dat. Ja, ja, ja. Maar dat vond ik toen nog niet natuurlijk zo. Fijne school. Waar ik toch in 6 jaar heel snel doorheen liep. Ja. Het is niet zo dat ik heel expliciet dingen daar mij uit herinner waarvan ik zeg van god, dat was nou heel bijzonder. Nee, gewoon een fijne school. Wat bedoel je dan met een fijne school? Nou, in de eerste plaats, je mede-leerlingen kon ik goed mee opschieten. Ja. Onderwijzeressen, dat is gewoon prima. Had je een favoriete leraar of lerares? Wie herinner je nog het beste? Meester de Jong, dat was het hoofd van de school. Ja. Was een sympathieke man. Meneer Kalthoven, de eerste juffrouw. Nee, het was prima. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar nou iemand uitpikte waarvan ik zeg van nou, die was heel bijzonder. Ja, ja, dat had je niet. Wie was je beste vriend in die tijd? Later werd dat, en daar kom ik straks misschien wel weer op terug. Ja. Toen ik na de lagere school ging naar de MULO. Ja. En dat werd Sjoerd Vellinga. Sjoerd Vellinga? Ja, Sjoerd Vellinga is mijn... En ik zie hem nog steeds. Ja. En hij heeft in mijn leven heel veel betekend, want hij is later bij mij komen werken. En een bijzonder mens. Ja. Wat vind jij zo bijzonder aan hem? Enorm creatief. Ja. Enorm dynamisch. Een hele brede kijk op dingen. Als ik met mijn vrouw naar de Sjoerd zijn gezin ging op zondagmorgen koffie te drinken of zo, dan was er altijd een onderwerp wat ter plekke zeg maar, bedacht werd, wat interessant was. Hè? Of het nou over bijen ging, of over de tuin, of over servissen, of over de politiek. Maar die man had altijd een hele bijzondere kijk op zaken. Herinner je nog zo'n kijk waarvan je dacht van, goh, dat verrast mij? Ja, maar dan moet je heel breed. We hadden het over altijd, over alles. En hij was dus, misschien komen we er straks nog even op terug. Maar hij was dus na de MULO, was hij naar de zeevaartschool gegaan. Ja. En na de zeevaartschool is hij gaan varen, de wereld over, een jaar of 8 of zo. En toen is hij neergestreken in Dordrecht. Maar die bij IHC werkte. En daar kwam ik hem weer tegen. En toen zei ik van, god, ik zoek mensen. Nou, toen is hij terug verhuisd naar Friesland. Ja, ja, met die man heb ik heel veel beleefd. Mm-hmm. En dan bedoel je met name op het moment nadat hij bij jou kwam werken? Ja, maar daarvoor ook al. Toen ik... Maar dan moet je even helemaal naar mijn carrière teruggaan. Want daar loopt hij constant doorheen. Toen ik na de school en Douwe Egberts mijn vader een paar weken zou helpen, zag ik toch op een gegeven moment ik weer meer wilde dan mijn vader wilde. Overigens een heel goed overleg. Ik heb mijn vader goed op kunnen schieten. Ja. Hij is al heel jong overleden, was 61. Hoe oud was jij toen? Toen was ik 24. Ja. Dus, ja. Maar goed, ik kon met mijn vader goed opschieten. Maar het werd allemaal te klein. En ik kwam toen bij een klant. We verkochten
landbouwproducten, dus pompen en buizen en dat soort zaken aan boeren. Ik kwam bij een boer, ik weet het nog goed, in Delfstrahuizen, in the middle of nowhere. En die zei, ja, je verkoopt mij wel dat plastic wat ik dan gebruik om mijn voer in op te slaan. Maar dat plastic wordt altijd kapot gebeten door muizen enzovoort. Kijk, heb je geen hard plastic iets voor mij? Uh-huh. Nou, zo kwam ik in contact met een bedrijfje in het Friesland. Die kon silo's maken van plastic, van hard plastic, van polyester. Ja. Zo ben ik in die materie terechtgekomen, in die silobouw terechtgekomen. Ja. En de man die mij toen al adviseerde, dat was Sjoerd Vellinga. Dat was Sjoerd. Ja, die kwam dan af en toe, als hij dus zeg maar niet hoefde te varen, dan was hij 3 maanden thuis. Ja. En kwam hij bij mij zeg maar helpen om dat bedrijfje mee op te bouwen. Dus vandaar, ja. Ja, leuk om te horen. Maar nog even terug, want naar de lagere school, een leuke periode, lagere school, katholieke jongensschool. Ja. Fijne periode gehad. Je gaat naar de MULO, daar kom je ook Sjoerd tegen. Ja. Maar dan zit je wel zeg maar in het middelbare onderwijs. Ja. En dat maak je af, de MULO uiteraard de zaak. Ja, bijzonder zelfs, omdat ik een jaar mocht overslaan. Ja. Dus ik deed die MULO deed ik in 3 jaar. In 3 jaar. En ik deed een mei-examen en ik ben in augustus jarig. Ja. En toen was ik 14. Ja. Dus ik heb een MULO-diploma. Op je 14-jarige leeftijd. Ja, en mijn middenstanddiploma kreeg ik meteen bij. Ja. Ja. Dat was voor mijn... Ja. Familie wel van belang natuurlijk. Omdat je, als je verder wilde met zo'n bedrijf, moest je een middenstanddiploma hebben. Ja. Ja. Ik was 14 jaar. Ja. Ja, toen ben ik op een fiets uit Sneek naar Joure gefietst. Mm-hmm. Net als Douwe Egberts genoemd. Daar heb ik gesolliciteerd. Mm-hmm. Daar werd ik meteen aangenomen. Dat ging in die tijd nog zo. Ja. Ik kon morgen wel beginnen. Maar toen was ik nog maar 14. Dus die meneer van Douwe Egberts, meneer Bak heette die geloof ik, die zei van ja, maar dan moet je maar even een paar weken nog wachten. Dan ben je 15 en dan kan je dan beginnen. Dus zo is mijn carrière. Op 15-jarige leeftijd ben ik gaan werken. Op 15-jarige leeftijd al in het arbeidsproces. Ja. 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 Bij Douwe Egberts begrijp ik. Ja. Bij Douwe Egberts. En daar, hoe lang heb je daar gewerkt? 3 jaar. Heb je 3 jaar tot je 18e heb je... Ja. En dan vraagt je vader... Kom bij mij. Nou, toen werd ik bij Douwe Egberts. Ze wilden ze graag dat ik verder ging. En daarbij bekwaamde in statistisch analist. Ja. En dat trok me helemaal niet aan. Ja. Ik wilde vrij zijn. Ik wilde de wereld in. Ik wilde commercieel bezig zijn. Dus toen ben ik gestopt bij Douwe Egberts. Mijn moeder vond dat ongelooflijk jammer. En een heel betrouwbaar bedrijf natuurlijk. Zij zocht zekerheid voor jou. Ja, tuurlijk. Een hele serieuze onderneming. Ja. En toen ben ik een aantal maanden als seinstructeur werkzaam geweest. Dat deed je als jongen in Friesland. Ja. En toen was ik september, oktober. En toen ben ik... mijn vader zei, kan mij niet even helpen, want je hebt het zo druk. Nou, dus zo is het eigenlijk begonnen. Maar... Je zegt het zo simpeltjes. Zo. Kom je even bij me helpen, want ik heb het zo druk. Ja. Ja. Ja, maar dat was ook niet zo moeilijk. Ik bedoel, als je 16 of 17 of 18 bent, dan neem je dat soort van beslissingen veel makkelijker dan dat je 65 bent of 18 of nog ouder. Hè? Ja. Dat werd in een avond besloten en de volgende dag deed je het. Ja. Ja, besloten in die zin dat jij bij hem moest werken? Of had jij ook zoiets van, nou, ik wil ook wel heel graag met mijn vader werken? Nou, mijn vader had dat bedrijfje. Ja. En ik ging wel eens vaker mee, dus ik zag wel hoe dat ging in die handel. Want dat was voornamelijk handel. Ja. Daar had ik wel zin in eigenlijk, ja. Ja, want dat raakte aan jou... gevoel voor handelen. Je wilde graag handelen. Je wilde graag... Precies. Ja. Ja. Dat vond je spannend. Ja, nou ja, vrijheid is voor mij nog steeds een heel belangrijk woord. En wat is vrijheid dan nu, als je dat zo... Nou ja, vrijheid... Jij bedoelt nu politiek? Nee, zoals jij dat omschrijft. Nou ja, is dat niet vrij zijn in de zin van... Ik heb mijn eigen bedrijfje. Ja. En ik kan binnen bepaalde kaders, wettelijke kaders, kan ik zelf besluiten nemen. Ik ben niet afhankelijk van een ander. Ja. Dus dat is voor mij vrijheid. Ik ben wat dat betreft
een echte liberaal. Weliswaar vind ik dat liberaal moet je ook rekening houden met rechten en plichten, ook naar de samenleving toe. Ik vind wel dat liberalisme spreekt me wel aan. Ja, ja, dus de vrijheid om te handelen, om te gaan en te staan waarvan jij denkt dat het goed is. Dat vind je dan belangrijk? Ja, dat vind ik inderdaad belangrijk, ja. Ja, ja. Je gaat bij je vader werken. En hij zat nog, als ik dat goed zeg maar heb opgeslagen in mijn hoofd, in het verkopen van spullen aan boeren in Friesland. Hè? Klopt, ja. Dat. Dus in die handel ga je mee. Ja. En dan, je werkt daar 3 jaar en plotseling word je directeur. Hoe ging dat? Nou, ik werd de oudste van 8 kinderen. Ja. Ik deed het niet slecht, denk ik, in die handel. En toen ik een jaar of 20 was, denk ik, toen kwam de vraag naar de van, ja, ik werkte bij mijn vader. En die had VOF, hè. Vernootschap onder firma, ja. En ja. Toen ben ik compagnon geworden, als het ware. Compagnon met je vader? Ja, en al een jaar of 2 jaar later hebben we een BV opgericht. Ja. En ik was aandeelhouder en mijn vader ging bij die BV werken. Mm-hmm. Dus hij werd ook geen aandeelhouder meer. Mm-hmm. En waarom? Ja, het is moeilijk om jezelf positief te praten. Maar waarom vind je dat moeilijk? Ik kon dat natuurlijk wel. Ja, ja. Dat lukt me wel. Ja, ja. Dus je vader die was werknemer van de BV. Correct. En jij was zeg maar de aandeelhouder. Ja. Ja, want je vertelde dat je vader ook vroeg was overleden, 71-jarige leeftijd. Ja, toen was ik, mijn vader 61, dus ik was iets van 5,26 of zo. 5,26. Ja. Ja. Was het een bewuste keus van hem, denk je nu achteraf met de wijsheid die je nu hebt, om jou directeur te maken? Nee. Het ging zoals het ging. Er zat geen strategie achter of zo. Maar hij dacht wel iets van, nou, jij moet het maar doen. Hij dacht misschien ook wel van, jij hebt nog het leven voor je. Ja, ik weet niet of dat zo diep ging. We praten ook over een andere tijd. Hè. Het was een kwestie van het bedrijfje dat moest draaien. Er moest geld verdiend worden. Ja. Er moet brood op het plan komen, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar werd mijn vader, heeft op een gegeven moment gezegd van, trek jij de kar maar. Ik had ook mijn ministerdiploma gehaald toen ik jong was. Maar hij zag waarschijnlijk ook. Ik begreep wat van boekhouden. Ja. En ondernemen. Dus dat ging eigenlijk vrij natuurlijk, vind ik zelf. Dat werd niet een kwestie van dat er lange termijn strategie achter zaten. Het was gewoon een kwestie van, het ging zoals het ging. Ja. Ja, je zegt het zo bescheiden, terwijl ik denk, je vader had er wel oog voor. Volgens mij zag hij in jou een man met positieve energie, met een enorme drive, met passie. Je was als vanzelfsprekend, denk ik, wel de man die het moest doen. Ja, misschien lag dat meer bij mijn moeder dan bij mijn vader. Mijn moeder was een intelligente vrouw. Ja, mijn vader was niet dom, maar mijn vader was een doer. Ja. Doen. Ja. Altijd werken. Ja. En mijn moeder was meer, waar zijn we mee bezig, wat gaan we doen? Ben jij uiteindelijk de combinatie van vader en moeder? Ja, maar dan lijk ik meer op mijn moeder dan mijn vader. Ja. Dus je hebt het denkvermogen en het overzicht van je moeder en de doekkracht van je vader? Dat denk ik, ja. Ja, ja. Ja. Ja, de ideale combinatie. Ja, dat is het ook. Ja. Op een gegeven moment kom je in die, zoals je dat net zelf ook zei, in die silo. Business. Silo business. Hè? Ja. En dat gaat dan aanvankelijk ook, naar wens. Ja. Niet toch? Altijd even makkelijk hoor, want laten we wel wezen, als we over ondernemer praten, dan ondernemers hebben dan altijd de neiging om de meest mooie, positieve verhalen te bedenken en te vertellen. Ja. En dat is het ook wel, maar het is ook vaak stress, spanning. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Maar je hebt je eigen. Je moet voor jezelf zorgen. Ja. Je kan niet bij een ander af en toe even aankloppen van, geef me nog wat. Nee, je moet het zelf doen. Ja, dat vind ik wel leuk. Want dat wil ik even vastpakken, Jos. Ja. Want ik las ook een uitspraak van jou. En toen zei je van, ja, old soldiers never die. They fade away. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, je gebruikt die uitspraak. Ja. Je ziet jezelf inderdaad als die soldier. Ja. In wat voor zin was jij die soldaat?
Ja, maar ik heb dat wat in een ander kader gezegd. Ik zeg dat wel eens. Maar dat heeft meer te maken met... In je leven ga je langzaam opbouwen. Het wordt groter en groter en groter. Je bent bekend en je vliegt de wereld over. En de wereld kent jou. En dan, als je wat ouder wordt... dus wat meer in het pensionado-verhaal komt... dan gaat dat de andere kant weer uit natuurlijk. Dan bouwt dat langzaam af. Ja. Ja, maar die soldaat... Daarmee bedoelde ik fade away. Hè? Die pak ik even vast en die begrijp ik ook. Maar ook die benaming soldaat. Je vecht, je bewaakt, je guard. Dat is wat een soldaat doet. En in dat ondernemen kan ik me ook heel goed voorstellen... dat je daar ook wel een gevecht... je zegt het zelf net, het is niet allemaal zo romantisch. Je moet ook ten strijde trekken, als het ware. Ja. Ja, nou ja, als ondernemer ben je ook een soldaat natuurlijk. Je bent constant bezig eigenlijk. Ja. En je kijkt naar je markt, je kijkt naar je concurrent. Je bent eigenlijk constant, positieve zin dan overigens, maar je bent een soort constant met oorlog bezig. Eigenlijk wel. Nou, in dat kader ben je natuurlijk wel een soldier, ja. Ja. En dan toch weer even naar wat je daarnet zei, fade away. Wat heb je dan in je voor? Nou ja, langzamerhand word je minder belangrijk, minder. Langzamerhand word je vanuit een ondernemend iemand word je meer een. moet ik dat zeggen? Je wordt niet meer gevraagd, je wordt niet meer. Ik heb in mijn carrière veel hele leuke, interessante dingen meegemaakt. En dat wordt nu minder. Ja, ja. Maar je kan natuurlijk wel terugkijken op een behoorlijke, prachtige erfenis. Erfenis? Ja. Wat je, zeg maar, bewerkstelligd hebt. Ja, nou ja, het bedrijf is natuurlijk... In al die jaren is het gegroeid en gegroeid en gegroeid. Ja. En kwalitatief en kwantitatief. Dat wij een aantal jaren geleden besloten om zo niet door te gaan. Het heeft ook te maken met de interesse van mijn kinderen. Willen die ermee door of niet? Ja. En wat je dan wel graag wil, is dat het bedrijf ergens daar terechtkomt... waar het continuïteit krijgt. Waar het niet door een stelletje snelle jongens leeggeplukt wordt of zo. Ja. En dat is ons heel duidelijk wel gelukt. Wel gelukt. Ja. Je praat waarschijnlijk zeg maar over de transactie die je met Skion hebt afgesloten. Ja. Ja. Even weer teruggaand naar het begin. Silobouw, daar ben je mee begonnen. En toen kwam inderdaad die crisis kwam opzetten. En je stapt over naar mestvergisting. Ja. Daar kom je ook doorheen, heb ik begrepen. Althans, op een gegeven moment merk je dat... Wel leuk, maar toch niet datgene wat je voor ogen had. Ja. En dan kom je, hoe heet die man ook alweer? Die hoogleraar, Lettinga tegen. En wat mij dan verbaast, is dat jij dan gewoon de telefoon pakt. Ik heb het natuurlijk vanuit de overlevering. En deze man belt. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat is zo'n jonge jongen uit Sneek. Die belt de hoogleraar op en die zegt van... Meneer, ik wil met je praten. Zoiets. Ja, zo moeilijk is het natuurlijk niet. Ik bedoel, hij was toen overigens nog geen hoogleraar. Dat werd hij later. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Want je noemt nu een paar stappen achter elkaar. Ja, hoe ging dat? Uit die silo-business. In silo's kan je ook, als je ze platter maakt en breder maakt, dan worden tanks. Mm-hmm. Zo kwam ik in een tankopslag terecht. En dat was overigens omdat de silo-markt, en dat moeten we... Ook in mijn leven is dat een enorme stap geweest. Die silomarkt die kwam heel snel en verdween heel snel. Om even een paar cijfers te noemen. Ik had in 1975 had ik een omzet van 500.000 gulden. Gulden, ja. En in 1978, dus dat was 3 jaar later, had ik omzet van 8 miljoen. En dat waren de graansilo's? Dat waren opslagsilo's. Voor mais en gras. Ja. En die verkochten we aanvankelijk in Nederland, later in Friesland, later ook in Brabant heel veel. Duitsland, Frankrijk, Engeland. Dus dat vloog als een speer omhoog. Mm-hmm. Maar dat was die hele silo-business was een hype. Dat liep heel makkelijk, maar dat was ook zomaar weer weg. Dus met andere woorden, het ging van 1 miljoen
van 5 miljoen naar 8 miljoen. En 2 jaar later was het 1 miljoen. Die cijfers, omzetcijfers, snap ik. Ja. Maar hoe kwamen ze bij jou terecht? Nou, ik ben jij verkocht commercieel ze. Gezien natuurlijk adverteren, advertenties, beurzen. Dus zorgen dat de markt jou kent. Was dat een van jouw sterkten? Nou, daar ben ik wel goed in, ja. Ja. Dus jij wist het ook echt op neer te zetten, te verkopen? Ja. En de markt reageerde daarop? Ja, klopt. Ja. Dus je was ook een marketeer? Ja, ik denk dat ik dat wel ben. Ja, jij probeert nog steeds bij allerhande positieve dingen onder mijn of naar mij toe te schuiven. Terwijl ik eigenlijk het gewoon altijd gezien heb als een natuurlijk proces. Een natuurlijk proces. Ik ben niet zo bijzonder, wel nee. Nee. Maar ik heb misschien wel op het juiste moment af en toe de juiste beslissing genomen. Ja. En wat ik misschien wel heb, en dat is wel een belangrijk punt, ik ben wel flexibel in mijn denken. Ja. Als het niet linksom kan, dan kan het misschien wel rechtsom. Nou, dan gaan we rechtsom. Ja. Of andersom. Ja. Is dit een aaneenschakeling van toevalligheden, wat je mee hebt gemaakt? Je bent constant in een heel soort dynamisch spel bezig. En dat spel dat is markt, internationalisering, geld. Een bedrijf is complex. Mm-hmm. En je moet om je heen verandert er van alles, constant. Er is niks hetzelfde. Dat is nu in de huidige tijd, zie je dat ook weer. Er gebeuren allerhande bijzondere zaken. Ja. En jij moet de flexibiliteit hebben om jouw strategie aan te passen binnen bepaalde kaders overigens. Mm-hmm. Je kan niet alles natuurlijk veranderen, maar aan te passen aan die veranderende situatie. Nou, die flexibiliteit had jij kennelijk. Kennelijk, ja. 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 Want stel nu eens, we gaan een gedachte-experiment doen. Stel nu dat het niet zo was gelopen zoals het is gelopen. Ja. Dus met andere woorden, je vader vraagt je niet. Paaks BV is er niet. Wat zou er dan van Jos terecht zijn gekomen? Denk je niet? Waar zou je dan terecht zijn gekomen? Ik denk dat ik de commercie, overigens gekoppeld aan techniek, technologie. Want het interesseert me, ik ben wat dat betreft altijd wel erg geïnteresseerd in. Waarom werkt dan iets zoals het is? Zoals het werkt. Ja. In dat gebied zou ik ergens wel geland zijn, denk ik, ja. Toch wel. Ja. Ja. Toeval heeft altijd gelijk, hè, Jos? Ja. Ja. Ja, maar ja, dat weet je, je neemt op een gegeven moment in je leven neem je beslissingen op het moment dat je ze neemt. Ja. En dan kan je 5 jaar later wel zeggen, ja, dat heb ik toen moeten besloten, omdat. Maar zo werkt het allemaal in het leven niet. Nee. Vooral als je jong bent, en je bent inderdaad in je denken flexibel. Ja, dan besluit je wat je besluit. Ja, ja. Maar je ziet toch ook kansen? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja, je besluit omdat je kansen ziet. Ja. Ja, ja. Die lettingje gaan. Ik vind het toch heel erg leuk. Hoe gaat zo'n gesprek? Weet je dat nog te herinneren? Hoe je die connectie maakte en dat hij dacht van, hey Jos, dat gaan we doen. Nou, het bijzondere is dat Lettinga, de naam zegt het al, ja. Komt uit Friesland. Ja. Maar dat, aanvankelijk speelde dat helemaal geen rol. Het was niet zo. Hij is boerenzoon, kwam uit boven van Friesland. Mm-hmm. Ja, ik heb hem toen gebeld en hij zei van, nou, kom wel eens in bij langs. Hij is toen in Balk, waar ik het bedrijf zat, langsgekomen. En dat klikte eigenlijk wel. Waarom klikte het? Hij was wetenschappelijk erg goed en ook heel gemotiveerd. Heel emotioneel gemotiveerd. Ik begreep de technologie, ik begreep ook wat hij zei. Maar ik was ook bezig om dat te vertalen naar business. En dat sprak hem weer aan, want dat was zijn ding niet. Ja. En wat waren jouw eerste gedachten als het ging om de business, de vertaling van de business? Wat mijn eerste gedachten waren? Ja. Nou, ik kwam dus via die silo-markt in de tankermarkt terecht. En van die tankermarkt in de biogasmarkt. En biogas in die tijd, overigens nu weer zo. Een product wat je kan maken onder andere uit mest. Ja. Maar ik kwam via die biogasmarkt in waterzuiveringstechnologie terecht. Waar hij heel goed in was. Lettinga.
En dat sprak mij toch meer aan, omdat het vaak om wat complexere installaties ging. Dus niet bij boeren, maar voor bedrijven, voor fabrieken, mm-hmm. brouwerijen, papierfabrieken, ja. Bijvoorbeeld. Had hij althans procesmatig verstand van. Mm-hmm. En dan kom ik weer even terug op Sjoerd Vellinga. Ja. Sjoerd Vellinga was de man die in staat was om de ideeën van Lettinga te vertalen in een technisch functionerende installatie. Ja. En ik begreep hoe je die installatie op een markt moest brengen. Ja. En wie je dat moest verkopen. Ja, want hij had die kennis over machinerieën, Vellinga, Sjoerd. Hij had een hele brede kijk. En omdat hij dus een aantal jaren had gevaren. En het is zo, als je op een groot schip vaart en je bent verantwoordelijk machinist voor de techniek. Ja. Dan moet je alles kunnen. Ja. Als de koeling het niet doet of als de pompen het niet doen. Dus hij had een hele brede geïnteresseerde kijk op dingen. En hij begreep ook de processen waar Lettinga mee bezig was. Die begreep hij. Vanuit een biologisch oogpunt, vanuit een microbiologisch oogpunt. Ja. Ik volgde dat wel. Ik vond het ook ongelooflijk boeiend. Ik vind het nog steeds heel boeiend. Maar hij zat daar veel dieper in. Mm-hmm. En dat ging dus met Lettinga. Dat klikte ook heel goed. Gouden trio. Ja, lekker langzamerhand krijg je dus een aantal mensen om je heen. Wel interessant eigenlijk, want later kreeg ik contact met een andere Wageningse ingenieur, Buisman, verantwoordelijk voor die zwetsers in Leeuwarden. Mm-hmm. En die heeft ook een jaar of 10 bij mij gewerkt. Kreeg je zo'n team van een aantal mensen die gewoon met elkaar in staat zijn om de stand van de techniek verder te brengen. Ja, interessant is natuurlijk ook om even stil te staan bij, jij was niet de techneut, je had techneuten om je heen verzameld. Ja, klopt. Wat was jouw rol? Nou ja, mijn rol was veel meer de koppeling tussen markt en technologie. Je kan prachtige technologie ontwikkelen. Ja. Maar als die niet verkoopbaar is, of als die alleen maar verkoopbaar is tegen een prijs die te hoog is, of, nou ja, dan moet je die doen. Dus het gevoel van markt en het gevoel van technologie, die koppeling van die weg, ik denk dat je daar wel aardig goed in bent. En je was natuurlijk een verkoper puur zang, want dat had je ook al laten zien in je voorgaande jaren. Ja, maar ik moet er meteen bij zeggen dat de installatie, de technologie werd zo complex dat het niet meer een kwestie was van even snel een verkoopverhaaltje. Het werd veel meer een complexe samenwerking tussen technologieën, technologen, klant vaak, ook de technologen van de klant, opdrachtgever. En uiteraard natuurlijk moest dat commercieel afgetikt worden. Ja. En moest er een afspraak en een contract gemaakt worden. Ja. Maar ik moet er meteen bij zeggen, Patrick, dat is misschien wel interessant. Mm-hmm. Het waren ook andere tijden. Mm-hmm. Ik herinner me nog dat een van de eerste installaties die wij verkochten was bij een familiebedrijf in Lieshout, mm-hmm. in Brabant. Brouwerij, Swinkels, Bavaria. Bavaria, ja. Daar behoort die installatie aan voor iets van 1,2 miljoen gulden of zo. En zei, nou, miljoenen willen we ervoor betalen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus 2 dagen, 3 dagen later, na het weekend weer overleggen. Ze zei, oké, nou, we hebben het over de prijs eens, maar dan moet je morgen beginnen. Want ze hadden een probleem met hun waterschap. Ja. En dat deden we dus ook. We begonnen en we hebben die installatie in 6 maanden gebouwd. Maar daar stond er niks op papier. Na 6 maanden was die installatie klaar. Toen werd hij geopend, feestelijk geopend. En toen hebben we ook het contract getekend. Zo. Want dat ging in die tijd zo. Want je kende elkaar en je vertrouwde elkaar. Ja. En een van de redenen dat ik op een gegeven moment ook gezegd heb, een aantal jaren geleden, ik heb niet zoveel zin meer in dit hele verhaal, is de wereld is enorm verjuridiceerd. Mm-hmm. Alles moet juridisch. Ja. En dat zie je ook in Amerika nou weer gebeuren. Hè? Nou ja, het valt dan al een beetje mee met die verkiezingen. Maar dat was vroeger niet zo. Mm-hmm. Je kende elkaar, je vertrouwde elkaar, je deed het. Dat mis je, Jos? Ja, dat is natuurlijk, wat er nu gebeurt, is gewoon heel vervelend. Ja, ja. Zeg je daarmee ook van, stel nu dat toen in die tijd zo was, had je dit nooit zo op deze manier gedaan? Of was je niet zo ver gekomen? Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik niet, dat weet ik niet. Het was toen zoals het was. Ja. En een van de redenen dat ik een aantal jaren geleden gezegd heb, nou ja, ik ga dus in ieder geval hier bij Paak niet door met het trekken van de kar, is dat, ja, ik ben geen jurist. Nee. En je ziet steeds in toenemende mate in de business dat contracten die zijn zo complex met mitsen en maren, daar heb ik geen zin in. Ja. Ja, want het belemmert je in de vrijheid van handelen. Ja. Of weer over die vrijheid gesproken die je zo hoog in het vaandel draagt.
Nou ja, kijk, ik denk dat als je praat over contracten, dan gaat het in de eerste plaats gaat het erom, ben je het met iemand eens? Kan je op basis van wat hij wil, of zij, ja, en wat jij wil, een goede afspraak maken? Mm-hmm. Nou, als het antwoord ja is, nou, dan kan je daarna die afspraak wel op papier zetten. Ja. Maar je ziet veel te veel dat het andersom is. En dan wordt er van alles op papier gezet. En onmiddellijk daarna komt er ruzie, want zo hadden we het niet bedoeld met elkaar. Ja. Nou, dat is niet goed. Ja, ja, ja. Ik volg je, ik volg je, ja. De wereld juridiseert, dat is onmiskenbaar. Even naar de Bavaria. Bavaria is dan, zeg maar, de eerste grote installatie die jullie... Nou, één van de eerste. Eén van de eerste. Ja. En dan neemt het dan een vlucht? Of wat gebeurt er dan? Interessant, het verhaal Bavaria, dat werd dus gepubliceerd in een maandblad van brouwerij Brouwelt of zo. Brouwelt. Dat leverde, nou, ik wil niet zeggen tientallen, maar ja, een groot aantal aanvragen op van brouwerijen. En zeiden, goh, interessant. Wat kost dat dan? Hoe werkt dat dan? En dat waren brouwerijen binnen Nederland of zijn het... Nee, over de hele wereld. Over de hele wereld. Ja. Dus dat is de eerste stap naar internationalisering, ja, als het ware. Ja, dat ging ongelooflijk makkelijk. Snel. Ja. Duitsland natuurlijk, veel brouwerijen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Caracas, ja. Venezuela, Polar Breweries, ja. Zuid-Amerika, Brazilië, ja, Japan, ja. Kirin. Dus als zo'n technologie interessant is en dat is nieuw, ja, en je publiceert daarover in de vakbladen van de klant die het van de industrie die het gaat gebruiken, die het wil gebruiken of kan gebruiken, dan zie je plotseling dat de wereld weer heel klein is. En dan ben jij de man die met je aktekoffertje vliegtuig instapt en de desbetreffende locaties bezoekt? Soms wel, maar soms ook met anderen. In Japan deed ik dat natuurlijk niet zelf. Nee. Waren de Japanners die dat deden. Ja. Ik weet wel, in Caracas heb ik wel twee installaties verkocht aan Polar Breweries. En dat was wel interessant, want daar zijn dan ook een consultant uit Georgia en Amerika ingehuurd om te helpen bij, ja, het ontwerp van die installatie. En die consultant die wilde eigenlijk het liefst die installatie in 10.000 stukjes hakken. Ja. En vooral elk onderdeeltje een ontwerp maken, een tekening maken, een bestek maken. Terwijl ik wilde gewoon in één keer die hele installatie verkopen. Ja. En dus met die vent hebben we s'avonds avonden zitten te praten over hoe ik het wilde en hoe hij het wilde. Uiteindelijk kreeg ik wel gelijk en hebben we die installatie... Hebben we dus twee installaties gebouwd in Venezuela. Toen was Venezuela nog een rijk land. Tegenwoordig is het natuurlijk kommer en kwel daar. Wat mij is opgevallen, is dat je veel over de wereld ook hebt gereisd. En ook veelal de rol vervult van voorzitter. Hoe ben jij, want dat is ook een beetje gebaseerd op datgene wat je hebt gezegd tijdens een symposium. En ik citeer even... op een, bijeenkomst. Waar was het? Was het in Leeuwarden? Ik weet niet meer precies waar het was. Maar dan zeg je... internationaal zaken doen is werken met mensen... passie en lef hebben... meedoen aan handelsmissies... vertrouwen hebben in jezelf... en potentiële afnemers... talen en culturen kennen... om te kunnen omgaan met fikse tegenslagen. Blijf anders maar thuis... Ja. Ja, dat is een hele, vond ik een hele mooie, prachtige uitspraak. Ook een hele sterke uitspraak. Ja. En daarmee vang je jezelf natuurlijk ook als persoon. Ja. Want je geeft eigenlijk het advies aan anderen wat jij doet. Ja. Hoe ging jij om met die verschillende culturen die jij tegenkwam? Ja, dat is een hele korte vraag. Maar het antwoord, dat kan heel, heel lang zijn. Ja, je hebt natuurlijk met verschillende culturen te maken. Ja, maar hoe deed je dat bijvoorbeeld in Japan? Nou, Japan is een totaal andere wereld dan bijvoorbeeld China, waar we ook heel veel gedaan hebben. China. Ja, dus je moet openstaan, denk ik, voor die cultuur. Je moet proberen te begrijpen hoe die cultuur in elkaar zit. Je moet proberen... af te stappen van je eigen, ja, zeg maar, eenzijdige denken. Maar probeer te begrijpen waarom
die Japaner zegt, die Chinees doet wat hij doet. Ja. Want die zit in een hele andere cultuur. Je probeert te begrijpen hoe die cultuur in elkaar zit. We hadden in de auto net nog even over Jello en ik. Dat is heel interessant. En dan zie je dat de Chinese samenleving is een totaal andere samenleving qua cultuur dan de Europese samenleving. Maar wat is jou opgevallen? Wij zijn liberaal denkend. Wij hebben in onze wereld, West-Europa, in het ene land wat meer is dan het andere overigens, de vrijheid om te zeggen wat we denken. Mm-hmm. Nou, in andere landen, in China, is die vrijheid er wel, maar die wordt niet gebruikt. De Chinezen zeggen dat helemaal niet, ze zeggen helemaal niks. Ja. Ze zeggen wel wat, maar ze zeggen niet de waarheid. Ik heb wel eens gezegd, van, als je naar China kijkt, dan is het net alsof je in een grote zaal zit en daar zit een groot podium en daarvoor speelt zich een stuk af. Mm-hmm. Maar aan de achterkant van dat stuk hangt een heel groot transparant gordijn. Door belichting, zie je dat niet goed. Maar op een gegeven moment blijkt daar achter dat verhaal, achter dat gordijn, ook een verhaal zich af te spelen. Een verslag, een ander verhaal. Ja. Want dat zie je aanvankelijk niet, want je ziet alleen maar dat eerste deel. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ja. Nou, als je dat begrijpt, dan begrijp je ook dat je in China niet moet zeggen van luister, ik heb gelijk, want wat moet je niet zeggen? Ja. Als je nee zegt dat het wit is, nou, dan zo be it. Hoe heb je daarop voorbereid, Jos? Want je komt natuurlijk verschillende culturen tegen. En dan moet jij natuurlijk, je bent een belangrijk man. Als het gaat om datgene wat je aanbiedt en ook in de relatie. Hoe bereid jij je daarop voor? Nou, in de eerste plaats, je moet een bepaalde mate van flexibiliteit hebben. Je moet flexibel kunnen denken. Ja. En je moet accepteren dat de wereld cultureel niet overal precies hetzelfde is, of helemaal niet hetzelfde is. Maar duik jij dan in de boeken? Laat je je adviseren? Vraag je van hoe gaat het daar? Wat zijn de gangbare regels? En dat je dan op die manier daarop voorbereidt? Nou, ik denk dat het weer een kwestie is van aanvankelijk luisteren en niet te veel praten. Dat doen we wel vanmiddag trouwens, maar... Ja, ja, nou ja. Luisteren. Luisteren. Luisteren, invoelen. Ja. En dan komt weer dat talent van jou naar boven om heel goed die verbinding te leggen via... Ja. Ja. En waar je misschien ook na moet denken is van je praat dus met een klant, opdrachtgever, potentiële opdrachtgever, over jouw technologie en zijn probleem. Ja. En het inschatten van zijn situatie. Dus probeer je te verplaatsen naar de andere kant van de tafel. Ja. Daar zit iemand met een probleem. Ja. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? En onder wat voor condities zou hij accepteren dat ik het probleem oplost tegen bepaalde condities. Ja. Ja. Dus luister. Gewoon luisteren. En dat straalt uit. Dat wekt vertrouwen. De man luistert naar ons. Ja. Ja. In jouw rol, want je bent algemeen directeur geweest, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dan krijg je natuurlijk ook te maken met niet geringe problemen. Ja, wat is de moeilijkste beslissing die je hebt gemaakt in nou, de problemen waar ik het moeilijkste, die ik het moeilijkst vond, dat waren emotionele problemen. Met medewerkers, met mensen. En ik zat er net te denken, de kantine mevrouw binnen het bedrijf wordt verliefd op de heftruckchauffeur. Ja, dat kan. En die heftruckchauffeur is getrouwd. Ja. En die mevrouw die zit bij ons op kantoor. Mm-hmm. En dat loopt helemaal fout. Wat moet je daarmee? Wat moet je daar nou mee? Ja. Wie is dat soort van problemen waren veel moeilijker op te lossen dan een probleem van een klant die niet betalen wil. Mm-hmm. Want ja, die wil niet betalen omdat hij ontevreden is, of omdat hij iets gekregen heeft wat hij niet besteld heeft. Of weet ik wat. Dus dat is feitelijk te maken. Maar een emotioneel probleem is niet feitelijk te maken, het is emotioneel. Ja. Je geeft nu een voorbeeld van de kantinejuffrouw en de heftruckchauffeur. Maar in jouw rol, Als toch boegbeeld van het bedrijf. Bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen of de algemeen directeur.
waar je praat met een team van mensen die ook emotionele problemen met zich meebrengen. We zijn mensen, we zijn allemaal mensen. Dus, ja, natuurlijk. Ja. Vanuit dat perspectief zijn er, komen bij jou herinneringen boven waarvan je dacht van, nou, dat was wel een notenkraker, om het maar eens even zo te zeggen. Ja, dat zijn problemen die met de zaak helemaal niks te maken hebben, maar die wel in je bedrijf spelen. Mm-hmm. Omdat het gaat natuurlijk om mensen. Mensen zijn met dingen bezig. Ja. Ja. Voor mij waren dat moeilijke problemen. Dat waren moeilijke problemen. En betekent dat dat bijvoorbeeld jij als voorzitter van de Raad van Commissarissen minder moeilijke problemen tegenkwam? Nou, die Raad van Commissarissen, die is veel meer bezig met geld, met planning, met de cashflow. De feitelijkheden. Ja. Misschien moet ik het nog anders zeggen. Ja. Daar kom ik even op terug. Je hebt, als je naar een bedrijf kijkt, heb je materieel actief en immaterieel actief. Uh-huh. Materieel actief betekent rekeningen, alles wat materieel is. Hè? Immaterieel actief betekent cultuur, emotie, lust om te innoveren, drive van mensen. In mijn denken is immaterieel actief, en dat heb ik privé precies hetzelfde, veel belangrijker dan materieel actief. Omdat? Daar gaat het om. Het gaat erom, heb jij in je bedrijf de cultuur om te innoveren? En dat is niet een kwestie van, jongens, je moet allemaal innoveren leren of zo. Dat is cultuur. Waarom gaat het ene voetbalteam bij een trainer veel beter dan hetzelfde voetbalteam bij een andere trainer? Ja. Dat heeft met cultuur te maken, met emotie te maken. Ja. Nou, dat immaterieel actief, dat is veel belangrijker. Wat ik vind, dat veel te veel bedrijven zich focussen op materieel actief. Dat is meetbaar, dat is makkelijk. Hè? Daarvan kan je zeggen, ja, maar je zou dat en toen deed je het niet, blablabla. En terwijl immaterieel actief moeilijker is. Nou ja, ik volg je wel, want je bent een groot en warm voorstander van het familiebedrijf, dat weet ik. Ja. En je roemt ook vaak de cultuur van het familiebedrijf. Ja. Weg met de korte termijn, de lange termijn, de continuïteit, de betrouwbaarheid. Ja. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja. Hoe heb jij altijd kunnen bijdragen voor jou, met de wijsheid die je nu hebt, hè? Aan die familiecultuur. Wat waren belangrijke waarden voor jou? Misschien ook wel normen. Ja. Weet je, het probleem met een bedrijf, met een familiebedrijf, is dat er twee dingen naast elkaar lopen die absoluut niet bij elkaar passen. Dat is de feitelijkheid en dat is de emotie. Uh-huh. Want de familie is emotie. Ja. En een bedrijf is feitelijkheid. Nou, wat je dus vaak ziet is dat loopt niet goed af. Daar komt ruzie. Uh-huh. Omdat die emotie die gaat overhand bieden. En de feitelijkheid die blijft daarbij achter. Beslissingen, ook feitelijke beslissingen worden dan persoonlijk aangetrokken, zeg je dat dan? Bijvoorbeeld ja. En mensen gaan elkaar dingen verwijten. Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, pensionaten te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen. En nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado. En dan nu naar het gesprek. Wat doe jij eraan om te zorgen dat die vermenging zo min mogelijk plaatsvindt? Ik denk dat openheid en communicatie. Openheid en communicatie. Dus je moet eerlijk zijn aan elkaar. Ja, maar de praktijk wijst ook uit dat het niet altijd even makkelijk is, die eerlijkheid. Heb je daar ook bepaalde spelregels voor opgesteld binnen jouw bedrijf? Ondanks zeg maar, de schurende werkelijkheid, dat je dan toch nog open en eerlijk kunt zijn. Ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met de cultuur dan met regels. Ja. En
We hebben nooit geen regels gemaakt in de zin van je mag dit wel zeggen en je mag dat niet zeggen. Betekent dat dat je mensen daarop selecteert? Echt ook bewust als je aanneemt dat je denkt van goh, deze man, deze vrouw past in wat wij willen uitdragen? Nee, maar je ziet wel vaak dat iemand die niet in die cultuur past, dat hij na enige tijd, en dan is het niet een kwestie van weken, maanden, maar misschien wel 2 of 3 jaar, ja. Denkt van, ja, dit past hier niet. Ja. En dan voelt die persoon zelf vaak ook wel aan dat dit niet gewoon, dit gaat niks worden. Ja, dan neem je afscheid van elkaar. Ja, dat is zo. Ja, ja. Eigenlijk sinds de jaren 90, mag ik het zo zeggen, heeft het bedrijf een hele grote vlucht gemaakt. Ja. Hoe heb jij dat in jouw rol kunnen managen? Hoe heb je dat gemanaged? Wat was jouw methode daarvoor? Nou, in eerste plaats moet ik voor mezelf, heb ik eerder vastgesteld, ik ben geen goede manager. Nee. Ik ben een ondernemer. En hoe groter het bedrijf werd, hoe complexer het bedrijf werd, hoe meer het maken had met spelregels, managen dus van de hele tent, hoe minder leuk ik dat vond. Ja, maar hoe heb je dan toch je rol gevonden? Want je bent toch onderdeel van het bedrijf, een belangrijk onderdeel ook, de oprichter als het ware. Ja. Ja, nou ja, het heeft met leiderschap dan te maken, hè? En voor veel mensen was ik natuurlijk wel de leider. Met EI dan. Hè? Jazeker. Dus met leiderschap. Dat mensen luisteren wel naar je. Want ja, jij bent uiteindelijk de leider. Maar als het bedrijf, het werd groter en groter. Op een gegeven moment hadden we toch een omzet van 500 miljoen euro. En ja, dan gaat het veel meer om het managen van de tent. En zoals ik al zei, daar ben ik dus niet goed in. Dat vond ik niet leuk. Nee. Bij mij begon maandagmorgens om 8 uur een vergadering. En die duurde tot 9:30. En daarna ging de volgende vergadering. En die duurde tot 11 uur of zo. En dat ging de hele dag door. Elke dag weer. Ja. Vergaderen en vergaderen en vergaderen. En procedures. Nou, als je ondernemer bent, dan doet dat pijn. Dat vind je niet leuk. Ja, ja. Zat je buiten je kracht? Werkte je buiten je kracht? Nou ja, ik weet niet of dat een kwestie van kracht is, maar op een gegeven moment dan doe je dingen die je niet leuk vindt, waar je geen lol in hebt. En ik heb dit bedrijf, ben ik natuurlijk niet begonnen onder het motto van ik wil heel rijk worden. Nee, ik begin gewoon met het bedrijf. Ja. En op een gegeven moment dan constateer je dat je dingen moet doen die je niet leuk vindt. Ja, dan moet je daar consequenties aan verbinden. Dus er zijn natuurlijk een aantal, hè, een financiële man, een financieel directeur, iemand verantwoordelijk voor personeelmanagement en noem maar op. Ja. Neem je dan aan. Ja. Maar ja, het blijft dus niet jouw ding. Het is niet jouw ding. Kon je het makkelijk, dat afscheid nemen? Kon je makkelijk zeggen van, nou jongens, dit is niet mijn ding. Ja, ik heb moeite mee gehad, nee. Nee, ja. En dat is dan ook precies wat je hiervoor beschreef. Dat feitelijk zeg je, dit is niks voor mij. De emotie is natuurlijk van, moet ik wel afstand nemen? Kan ik wel afstand nemen? Maar jij neemt gewoon afstand en zegt van, ja, van bepaalde zaken. Ja, van bepaalde zaken. Wat mij nog steeds en nog steeds overigens bezighoudt, dat is markt, technologie, toepassing. Ja. Het leuke natuurlijk is dat waar het park mee bezig was, en nog eens overigens, dat zijn zaken die er ook voor de wereld toe doen. Ja. Dat geeft wel een fijn gevoel. Ja, die passie die voel ik ook bij jou, hè? Dat je ook echt iets wil betekenen voor de wereld. Dat je wil dingen doen die ertoe doen. Ja. En waar komt dat vandaan, Jos? Ja, ik denk dat met positief denken te maken heeft. Positief denken is 1. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar zit er ook niet een missie in jou? In de zin van, je ziet wat er gebeurt met deze aarde. En je denkt, oh, dat kan toch anders? Of dat moet toch anders? Nou, ik denk dat het
wat mij betreft andersom is. Je bent met zaken bezig die goed zijn voor de samenleving. Maar je bent daar niet mee bezig vanwege dat aspect alleen. Je bent bezig met het bouwen van een onderneming. En het is ongelooflijk fijn om dat te doen in een context van dat het dat doet voor de wereld. Ja. Dat is fijn. Ja. Daar word ik niet door gedreven. Daar word je niet door gedreven. Maar in de combinatie van waterzuivering en het opwekken van biogas, was dat dan een toevallige samenloop van omstandigheden? Ja, ik vergelijk het wel eens. Je moet de goede keuzes nemen. En dat betekent met nieuwe technologie dat je je moet afvragen, waar gaat de wereld heen? Ik vergelijk het wel eens met een rivier. Ja. Ik kom bij een rivier en die moet ik overheen. En die stroomt één kant uit, uiteraard. Meestal met de rivieren zo. Uh-huh. En ik weet niet welke kant het beste is. Is het de ene kant uit of de andere kant uit? Maar ik weet wel, als ik dus erin spring, dan word ik die kant uitgesleurd. Als ik de andere kant uit wil, dan moet ik heel hard werken en zwemmen om de overkant te halen. Misschien haal ik dat wel niet. Dus ik kan maar beter zorgen dat, als ik het dan niet weet, ja, neem dan maar de beslissing de goede kant uit te gaan zwemmen. Ja, ja. Nou, dat is met dus als je naar de samenleving gaat, daar hoef je dus niet voor gestudeerd te hebben om te begrijpen, maar deze wereld, ja, of wat er in de wereld van belang is. Ja. Op dit moment is bijvoorbeeld energie is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk iets. Of klimaatverandering. Ja. Nou, dat is gewoon zo. Ja. Dat kan je niet veranderen. Ja. Dus als je dan toch bezig bent met nieuwe technologie, ja, zorg dan maar voor dat goed voor het klimaat is. Ja. In plaats van dat het slecht voor het klimaat is. Ja, ja, hier spreekt een nuchtere Fries. Maar ook vanuit een beschouwing van de wereld. En de behoefte van de wereld. Waarin jij toevallig een mogelijkheid ziet om een bedrijf omheen te bouwen. Is dat wat je zegt? Ja, maar nog een keer, de drijfreden. De drijf is niet het verbeteren van de wereld op zich. Nee. De drijf is het bouwen van een goed bedrijf met continuïteit. Ja. En dat doe je dus bij voorkeur, het liefst eigenlijk in een gebied wat daartoe doet. Ja. Ik zou bijvoorbeeld misschien ben ik het wel, maar mijn vrouw het wel, maar ik zou geen lid worden van Greenpeace, omdat ik denk dat zo goed voor de samenleving is. Uh-huh. Maar ik ben bezig met een bedrijf en ik wil in het bedrijf alleen maar dingen doen die goed zijn voor de samenleving, of in ieder geval niet tegen de samenleving kachelen. Ja, klinkt een beetje raar misschien, maar ik vind het toch wel een beetje hetzelfde. Ik bedoel, je wil geen bedrijf runnen die tegen de belangen van de samenleving ingaan. Ja. Dus je moet wel meegaan met de belangen van de samenleving. Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat de belangen die de samenleving dienen, voor jou een argument is om een bedrijf te beginnen. Dus maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je misschien in de jaren 80, 90, dat beeld wat je nu schetst, erg hebt. Hè? Dan denk je van, ja, ik wil dat bedrijf gewoon neerzetten. En als je dat dan vanaf het moment nu bekijkt, wat is het dan zo geworden dat je denkt van, oké, maar ik zet nu iets neer wat heel daadwerkelijk ook de samenleving dient en daar wil ik alleen maar voor gaan? Even over nadenken. Bij mij is het nog een keer zo. Ik investeer ook wel hier en daar nog in dingen. Ik hou me met nieuwe bedrijven bezig. Maar het moet in ieder geval niet tegen de belangen van de samenleving zijn. Ja, ja. Het moet van de andere kant kans van slagen hebben. En als het zo is dat kans verslagen heeft, maar het is tegen de samenleving, zou ik het niet doen. Dat zou ik per definitie niet doen. Nee. Nee. Ja, dat is toch een hele heldere uitspraak, sterke uitspraak ook. Absoluut. Het werkveld wordt allengs groter, hè? Want op een gegeven moment zit je in de papierindustrie, in de voedselindustrie, in de farmaceutische industrie. Ja. En wat al dus meer zei.
En daar word je ook voor beloond. Want ik begrijp dat... ik heb gelezen, vernomen, dat je... maar wanneer was het? Op 63-jarige leeftijd werd je, kreeg je een eredoctoraat toebedeeld. Ja. Dat is toch een prestatie van je welste. Wat doet dat met je? Nou, dat was voor mij een hele emotionele. Ik heb nogal wat prijzen gekregen in al die jaren van ondernemingen en van weet ik wel wat. En ik ben, hoe heet dat, officier van Oranje Nassau. Ja. Allemaal belangrijke dingen, maar het meest belangrijke vond ik toch wel het feit dat ik een eredoctoraat kreeg van de TU Delft. Ja. En dat was voor mij heel emotioneel. Echt helemaal en nog steeds is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik heb in mijn leven heb meegemaakt. Wat gaat er door je heen? Ja. Wat voor emotie geeft het nu? Trots, erkenning, ja. Emotie. Ik werd dus 's avonds gebeld door de voorzitter van bestuur van de TU Delft, de rector Magnificus. En die zei, ja, mag ik u wat vragen? Ik 8:30 of zo belde die man mij op. Ja. Wij overwegen om u eredoctoraat te geven. En toen zei ik niks. Hij zei, waarom zei je niks? Ik ben helemaal flabbergasted. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar bel morgen maar terug. Dus toen ben ik naar mijn vrouw gegaan, toen heb ik gehuild. Ja, oh, heerlijk. Ja. 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 Is wel wat natuurlijk. Ik bedoel, ja. Nou ja. Dus dat was heel emotioneel voor mij. Ja, 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 ja. Prachtig. Ja. En dat werd natuurlijk ook versterkt doordat die paranimfen, dat waren twee kinderen van jou, hè? Ja, dat was, die moeten dan dus, paranimfen moesten er dan twee mensen zijn die afgestudeerd zijn. Ja. Nou, mijn oudste zoon is in Delft afgestudeerd. Ja. Technische scheikunde. Mijn dochter, onze dochter moet ik zeggen. Uh-huh. In Twente afgestudeerd. Technische bedrijfskunde. Dus dat kwam heel goed uit. Dat kwam heel goed uit. Dat was natuurlijk voor mij een hele emotionele zaak. Ik weet wel, daar zaten bijvoorbeeld Lettinga, die zat er nog. En mijn moeder was er nog. En ja, dat was allemaal natuurlijk heel... Ja, ja. Eredoctoraat, kinderen, want je hebt drie kinderen. Ja. Drie kinderen. Uit mijn hoofd, twee zoons, één dochter. We hebben één dochter. Eén dochter. Susanne en twee zoons, ja. En twee zoons. En eerder in ons gesprek had je het over familiebedrijf, familiewaarde, doorgeven. Hoe gaat dat nu met jouw kinderen? Wat bedoel je met... Als het gaat om zeg maar het overnemen van het bedrijf of een rol spelen in het bedrijf? Ja, we hebben dat bedrijf natuurlijk verkocht aan een Duitse familie. Een hele welgestelde Duitse familie. Ja, Susanne Klatten, hè? Eigenaar van... Die is eigenaar van BMW. Ja. Hele rijke familie uit München. Hm. Met mijn achterhoofd, of in ons achterhoofd, de gedachte van wat het verder moet gaan worden, dat is ons ding niet. Het wordt groter en groter en groter. Mm-hmm. En het heeft meer te maken met kapitaal en juridisering dan met innovatie. Mm-hmm. En wij zijn, vonden we zelf, vind ik, een innovatieve familie. Mm-hmm. Op een gegeven moment dan loopt het dus, als je niet oppast, loopt het vast. Mm-hmm. En daar komt bij dat de technologieën die we hadden ontwikkeld, die zijn langzamerhand gemeenschap geworden. Iedereen doet het, hè? Iedereen kan het. Nieuwe bedrijfjes komen op, terecht. En langzamerhand word je een soort van de steeds duurdere club, die met steeds meer complexiteit en grote risico's dingen moet doen. Dus dat past ons niet zo. Daar komt bij dat Skion, dat dan de nieuwe eigenaar is... Uh-huh. Bezig is met het verzamelen van een aantal bedrijven die er met elkaar voor zorgen dat ze completere, grotere, complexe installaties kunnen aanbieden aan de industrie. En ik begrijp dat Skion inmiddels een omzet heeft van 1,2 miljard. Uh-huh.
ja, dat is ons ding niet. Ja. Maar wat ons ding wel is innovatie. Dus we hebben gezegd, met de verkoop van die aandelen, we willen in ieder geval één belangrijke technologie willen we houden. Uh-huh. En daar is Joost, onze oudste zoon, is daar mee doorgegaan. En dat is een technologie om uit afvalwater biopolymeren te winnen. Die je kan gebruiken, ja, om plastic van te maken. Ja. Biologisch afbreekbaar plastic. Ja. Nou, daar geloven we heilig in. Ja. En dat is een heel lang project. Het traject, dat duurt 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Maar kunnen ons dat wel permitteren. Ja, ja, ja. Dus je bent nog lang niet uitgeonderneemd, om het maar eens even zo te zeggen. Nee, maar het plezierige is wel dat als je wat ouder wordt, dan wil je ook af en toe even rust hebben. Mm-hmm. Het is wat het vroeger was, dat was 7 dagen in de week. Want ja, als ondernemer kan je niet zeggen, zondagmiddag om 4 uur, ik haal hem weer op eventjes een paar dagen, dan werkt het niet. Ja. En ik heb nu wat meer flexibiliteit en vrijheid om dingen te doen die ik zelf ook leuk vind. Ja, ja, heel vanzelfsprekend. Stel nu, Jos, dat je nog een gesprek met je vader zou kunnen voeren. Ja, dat denk ik wel eens. Dat zou ik graag willen. Ja. Wat zou je dan met hem willen bespreken? Of waar zou je met hem over willen hebben? Ja, ik denk dat wel eens vaker aan. Het zou natuurlijk ongelooflijk fijn zijn om met je vader daar nog eens een keer over te kunnen praten. Mm-hmm. Maar dan moet je wel je vader eerst duidelijk maken waar je mee bezig bent. Mm-hmm. En dat is niet makkelijk. Want 40 jaar geleden was een heel andere wereld dan nu. En wat zou je tegen hem zeggen? Hij zit naast je. Ja, wat zou ik tegen hem zeggen? Nou, daar moet ik even over nadenken. Ik pak hem ook nog even vast, want eerder in ons gesprek zei je van, ik kon heel goed met mijn vader overweg. Ja. Jullie waren echt maatjes. Zo, dat kwam bij mij zo binnen. En je zei ook, ja, ik wilde meer dan mijn vader, heb je tegen Sjoerd gezegd. Sjoerd, ja, papa, oké, maar ik wil meer. Ja. Nou, hij zit nu naast je. Je hebt meer gedaan, lijkt mij. Ja. Ja, ik weet niet of hij daar... Mijn vader was voor gauw toch van, nou wacht even, nu is het wel genoeg. Nu is het wel groot genoeg. Ik bedoel, ik weet wel, die eerste silo die ik bouwde, die ik verkocht, die kostte iets van 8000 gulden of zo. Dat vond hij al heel veel geld. Was toen in die tijd veel geld. Hè? Ja. Ja. Dus ja, ik zou mijn vader eerst moeten uitleggen waar ik dan mee bezig was. En dat zou hij wel, hij was wel technisch, wel begreep het wel. Maar ja, het is niet makkelijk om dat nou de antwoord op te geven, die vraag. Ik zou het niet weten. Niet zoiets van, pap, kijk, dit heb ik gedaan en dit heeft het... ik zou natuurlijk proberen te vertellen waar ik mee bezig was en hoe dat ging en waar de hobbels waren en de moeilijkheden en de uitdagingen. Wat zou je graag van je vader willen horen? Wat zou jij omarmen als uitspraak van je vader? Nou ja, hij zou zeggen dat hij dat toch wel heel bijzonder positief ervaart wat er allemaal gebeurd is. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan, jongen. Ja, goed gedaan, jochie. Ja. En dan zeg jij, bouwen is liepje. Wat? Bouwen is liepje? Ja. Of ken jij nog Fries? Ach. Maar wij zijn eigenlijk nooit zo Fries sprekend geweest. In Sneek spreken ze geen Fries, hè? Nee. Sneekers. Ja. Mijn familie komt uit België. En mijn moeder komt uit Bestellingwerf. Dus uit Steenwijk, die kant uit. Dus wij spraken geen Fries thuis. Ja. En toch gebruik je die uitspraak. Bouwen is liepje. Jouw uitspraak. Ja, dat vond ik een hele mooie. Bouwen is leven. Dat is ook zo. Nou ja, ik zeg het dan maar in het Fries. Bouwen is liepje. Ja. Maar dat is wel zo. Bouwen is... Als je dus met iets bezig bent, ondernemen, dan ben je bezig te leven. Ja. En hoe leeft dat in jouw familie? Jouw twee zoons en dochter? Nou, praat,
je vaak met ze over? Ja, de kinderen die zijn duidelijk bezig, ook met dingen, bouwen. Dochter en mijn schoonzoon, ja. Die elkaar overigens allebei van de universiteit kennen, uit Twente. Zoon die in Friesland woont en die in de houthandel zit. Uh-huh. En Joost, de oudste, die dus met het biopolymeren verhaal bezig is. Ja, zeg maar, aan het ondernemen, aan het bouwen. Ja. Ja. Is dat ook zeg maar regelmatig onderwerp van gesprekken als jullie bij elkaar komen op zondagmiddag en met elkaar dan elkaars plannen bespreken misschien wel? Ja, we hebben natuurlijk veel contact met elkaar. Ja. Maar niet in de zin van dat we altijd over het werk praten of zo. Nee. We hebben natuurlijk ook 10 kleinkinderen. Mm-hmm. En wat je ook steeds meer ziet is dat de aandacht naar die kleinkinderen, die gaat vooruit. Onze oudste kleinzoon, daar ben ik best wel trots op, die is vorig jaar begonnen in Delft. Tweedejaars nu. Doet het heel goed met de studie. Ja. Technische bedrijfskunde. Nee, sorry, technische scheikunde. Technische scheikunde, ja. Ja. Dit is weer hetzelfde verhaal. De tweede, die sprak ik vorige week. Dus ja, ik wil natuurkunde gaan studeren. Dus die kinderen zijn wel, dat is wel fijn eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, uiteindelijk, als wij, Mieke en ik, hebben middelbare school gehad. Ja. En dan is het toch heel fijn om te zien dat twee generaties verder, universiteit, ja. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Waar kijk jij nu met genoegen, met het meeste genoegen op terug? Nou ja, we hebben het net al gezegd over dat eredoctoraat. Ja. Daar heb ik natuurlijk een enorm fijn gevoel over. Wat ik verder met veel genoegen gedaan heb, en dat leverde we weinig geld op. Maar ik vond het wel heel boeiend. Dat is, ik ben voorzitter geweest van de Kamer van Koophandel in Friesland. Ja. 5 jaar. Mm-hmm. En daar zat ook een bepaalde reden achter. Ik ben dus geboren in Sneek. En ik ergerde mij altijd, en nog steeds overigens, aan de Friese politici. Die zeggen van ja, naar Den Haag. Wij lopen even uit fase. Het gaat ons niet helemaal goed, maar het komt wel weer goed. Maar we willen al graag nog wel even een nieuw kanaal, of een nieuwe brug, of een nieuwe spoorlijn of zo hebben. Want dan komt het wel goed. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dan markeert het verdomme toch niks. Uh-huh. Waarom doen we dit niet zelf? Ja, als je dat zegt, dan, hoe ga je dat dan doen? Nou, toen werd ik in een vergadering van Kamer van Koophandel, waar ik in het bestuur zat, gevraagd of ik voorzitter wilde worden. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Dat kost me veel tijd. Uh-huh. Met het doel te kijken of we niet vanuit Friesland een aantal activiteiten konden opstarten die onze economie en onze samenleving verbeterden. Nou, is dat wel een hele interessante natuurlijk, want als je kijkt naar het inkomen per hoofd van de bevolking, dan staat Friesland zeker niet bovenaan, ergens onderaan. Ergens onderaan, zo. Ja. Ja. Nou, ik denk dat misschien nog andere provincies nog slechter zijn. Maar in ieder geval, het is niet zo dat Friesland de individueel per hoofd van de bevolking heel, heel rijk is. Maar als je kijkt naar geluk, dan zijn ze dat wel. En waar gaat het natuurlijk om? Dat is in het leven ook zo. Het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Uh-huh. En ik wilde eigenlijk proberen die kwaliteit te houden. En kwantiteit in de zin van nou, meer ondernemerschap, meer lust, meer innovatie. Uh-huh. En Friesland mist natuurlijk universiteit. Ja, die hebben we in Groningen dan, maar ja, dat is toch weer een stukje verder. Uh-huh. Dus we moeten het zelf doen. Nou, dat heb ik geprobeerd 5 jaar lang. En dat is me niet gelukt. Want Friesland is nog steeds wat het is. Uh-huh. Maar ik woon daar wel met heel erg veel genoegen en veel plezier. En ik wil er ook zeker niet vandaan, omdat het gewoon een fijn gebied is, maar ook fijne mensen. Ja, ja. In Friesland zeggen het daar meenskip, gemeenschap. Gemeenschap, mooi woord. Ja. Gemeenschap. Ja. Gemeenschappelijk gemeenschap, ja. Ja, ja. Daar kijk je met genoegen op terug? Ja, die 5 jaar vond ik wel heel boeiend. Ik heb vreselijk mijn best gedaan, ben er overal mee bezig geweest. Ja. Ten koste misschien wel een beetje van de ontwikkeling van het bedrijf. Ja.
Want ja, als je dus één dag per week in Leeuwarden zit op een verkoophandel, dan kan je niet met het bedrijf bezig zijn. Mm-hmm. Maar wel heel, heel fijn, leuk werk. Ja. Ja. Dus dat zou wel iets kunnen zijn wat op jouw lijf is geschreven. Dat soort werk. Verbinden. Met elkaar. Verbinden is een heel belangrijk. Gemeenschap creëren. Ja, absoluut. Ja. Naar de kwaliteit zoeken. Ja. 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 Komt toch weer terug, hè? Ja. Komt toch weer terug. Ja. Ja. Even naar de kinderen. 3 kinderen. 10 kleinkinderen. Ja. Wat wens jij hen toe als het gaat om hun leven? Met jouw ervaring, met jouw... Nou ja, ik heb net al in het Fries gezegd, in het Nederlands nog een keer, bouwen is leven. Maar dat moet je je afvragen, wat wil je dan bouwen? En dan gaat het er niet om dat je een mooi bedrijf wil bouwen, maar gewoon, het gaat erom dat je een doel in je leven hebt waar je voor knokken moet. Ja. Dat mag ook een prachtige schilderij zijn. Of een prachtige samenleving podcasts. Mm-hmm. Als je denkt dat je daarmee gelukkig wordt, moet je dat zeker doen. Ja. Nou, dat is met mijn kinderen ook zo. Dus met andere woorden, je moet ze vrij laten in wat ze mee wat ze willen doen. Maar het is wel duidelijk dat je wel proberen moet. Ik moet dat zeggen. Er moet een soort van drive zijn, motivatie om dat wat je wil bereiken ook kan bereiken. Toch weer die passie die ik je al eerder heb horen noemen. Passie voor iets. Passie, precies. Passie is een goed woord. Ja. Jos, er is ook nog een andere ronde en die heet de Ronde van Jos. En dat zijn een aantal stellingen. Ja. Die ik dan voorlees. En dan kan jij zeggen eens of oneens. Uiteraard zou ik ook met een kleine toelichting daarin. Ik heb ze genummerd. Ik kan me zo voorstellen dat we at random er zeg maar 4 doen of zoiets dergelijks. En ja, waar het dan uitkomt, is afhankelijk van het nummer wat jij noemt. Wat bedoel je met het nummer dat ik noem? Nou ja, dat is het belangrijkste? Of? Nee, niet. Het is niet in volgorde van belangrijkheid. Nee? Het is gewoon, zijn 10 stellingen aan de ene kant en het loopt door tot 20. En dan kan je gewoon zeggen van, nou, doe mij maar nummer 5. Of, en dan lees ik de stelling voor. En dan kan je op reageren. Het is de ronde van Jos. Dus ik mag, ik weet niet wat er in de nummer staat. Dus, nee, je weet niet wat in de nummer staat, dus je wordt verrast. Nou, noem maar een nummer. Het is de 1 en de 10 in dit geval even. 6. Goed, daar komt die. Het gaat dan om jouw actie, hè? Er is een sterke inzet om het bedrijf internationaal te positioneren. Jouw bedrijf, gedreven door de visie dat grenzen geen rol mogen spelen in de missie om duurzame technologie wereldwijd beschikbaar te maken. Eens of oneens? Eens. Toelichting? Ja, de aarde is ons totale, is van ons met elkaar. En we moeten met elkaar hebben verantwoordelijkheid om die aarde zo goed mogelijk in stand te houden. En of het nou in China gebeurt, of in Noord-Amerika, of in Friesland, maakt geen moer uit. Het is met onze verantwoordelijkheid met elkaar. Dus grenzen spelen geen rol. Ja, wat ik zo mooi vond in dat verband ook, dat je ooit ook zei van de aarde is één grote recyclingmachine. Ja. Heb je gezegd. En ik had meteen de verbazing. Waarom speelt 90% daarvan buiten Nederland en maar 10% in Nederland als het gaat om omzet? Voor Paak bedoel je? Voor Paaks, ja, ja. Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat natuurlijk Nederland heel klein is in vergelijking met de wereld. Dat de economie in Nederland nog kleiner is dan de rest van de wereld. Dat wij wetgeving hebben die is wat die is. En die kunnen we wel veranderen democratisch, maar die kunnen we niet veranderen op een andere manier.
En eigenlijk is 10% zei je, hè? 10% van de omzet komt uit Nederland. Oh, van ja. Dat komt dat de markt gewoon is wat die, wat die is. Ja, ja. Ja, ja nee, ik begrijp hem volkomen. Maar ik denk wel eens, met zo'n mooie uitvinding, waarom zit Nederland niet vol? Staat Nederland niet vol met dit soort mooie apparatuur om te zorgen dat die recyclingmachine op gang komt? Ja, die recyclingmachine in Nederland valt er weinig mee te doen natuurlijk. Hmm. Want bijna alle industrieën die kunnen recyclen, doen dat ook. Doen het al. Dus eigenlijk is de markt verzadigd, zeg je in Nederland. Ik denk met de technologie die wij als Spaak hebben, is dat zo. Ja. Oké, dat is toch een mooi resultaat. Ja. Ja. Een tweede nummer. Nou, doe maar eens drie. Drie. Het is essentieel om het erfgoed van het bedrijf als familiebedrijf te waarborgen, ondanks de verleiding van verkoopopties die groot financieel gewin hadden kunnen opleveren. Nee, oneens. Oneens. Toelichting? Nou ja, het bedrijf, je begint niet een bedrijf om heel rijk te worden. Je begint een bedrijf omdat je bent met een bedrijf begonnen, laat ik het zo zeggen. En het is een soort van strijd, struggle, waarbij je niet nadenkt over de financiële consequenties op lange termijn. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de knikkers. Het gaat om het spel. Dus met andere woorden, een pot vol met knikkers, dat maakt mij niet gelukkig. Maar met knikkeren, af en toe een keer een paar knikkers erbij krijgen, dat maakt me wel gelukkig. Dat maakt je wel gelukkig. Dus daar gaat het om. Ja, ja. Akkoord. Een volgende? Negen. Het levensmotto, bouwen is liepje, is meer dan een slogan. Maar een allesomvattende levensfilosofie die een onvermoeibare vastberadenheid weerspiegelt om blijvend waarde toe te voegen. Ja, dat meen ik, ja. Ja. Dus dat is mijn levensmotto toch wel. Bouwen is liefje, ja. Ja. Ondernemen, bouwen. Wat is er nou mooier dan dat? Ja, goede vraag. Maar dan moet je dat wel wat breder zien. Als je zegt van bouwen is liefje in de zin van ik wil de Tour de France winnen. Dat is ook bouwen is liefje. Mm-hmm. Want ik wil de Tour de France winnen. Mm-hmm. Zolang je maar een doel in je leven hebt en naar streeft om dat te bereiken. Nou, prima. Perfect. Komt weer aan op dat doel. Ja, want ik denk dat je anders diep ongelukkig wordt. Ja. Mensen die geen passie hebben en visie hebben, die nou, een probleem. Die hebben een probleem. Even een zijsprongetje. We komen nog wel bij een andere stelling. Achter iedere succesvolle ondernemer, jij dus, staat een sterke vrouw. Wil je daarop reageren? Ja, ik denk dat dat zo is. Nou ja, ik heb er maar één natuurlijk. Okay. Gelukkig mama. Nee. Ik denk dat dat zo is. Uiteindelijk, als je bezig bent met een onderneming, dan vraagt dat heel veel van jezelf en van mensen om je heen. Dat is niet erg overigens hoor. Er was iemand die zei van kijk, als jij van je werk je hobby maakt, je werk is dus je hobby geworden, dan hoef je nooit meer te werken. Ja. Nou, zo is het natuurlijk met een onderneming ook. Als je bezig bent met een bedrijf op te bouwen, ja, dan ben je daar 7 dagen in de week mee bezig. En dan is het niet een kwestie van 's middags om 4 uur, wat ik net ook al zei, van nou, we stoppen er maar eens even mee. Nee, die verantwoordelijkheid die heb je dan dus 7 dagen in de week continu. En dat betekent dat je gezin, je vrouw, je familie, dat moet weten, dat niet elke dag bij hoeven te zijn, maar wel moeten weten dat ja, als jij zegt van ik heb vanavond, op vrijdagavond om 9:30 een telefonisch overleg met iemand uit Seattle, dan moet je zeggen van ja, maar het is nou vrijdagavond, dat doen we niet. Ja. Hè? Ja. Dus er moet een sterke band zijn met de familie en dus in ieder geval ook je partner moet daarachter staan. Wat wil je in dat verband zeggen tegen je vrouw? Nee? Ja, ik ben 53 jaar getrouwd. Dat zegt toch genoeg? Het is meer zo'n mooie Friese nuchtere uitspraak, hè? Ja. Ja.
Wat zegt dat, dat je 53 jaar getrouwd bent? Nou, het is hartstikke blij. Je bent en tevreden met hoe dat gegaan is. Ja. Als ik terugkijk naar mijn leven, natuurlijk een beetje, ik ben nog veel te jong om dat echt diepgaand toe, want ik heb nog heel veel jaren te leven, maar dan kan ik nog niet bepaald zeggen dat ik een slechte tijd gehad heb. Helemaal niet. Natuurlijk heb je problemen, natuurlijk heb je moeilijkheden in je bedrijf en met je vrouwen, maar in principe helemaal goed. Helemaal goed. Liefde. Ja. Kwaliteit. Even naar de kinderen. Er is trots dat de kinderen ook technische opleidingen hebben gevolgd, wat de band met het familiebedrijf versterkt. Ja, eens. Ja. 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 Dat is een hele makkelijke deze. Dat is een heel makkelijke. Dat is gewoon eens, klaar. Ja. Nog één? Ja. Je hebt een hobby. Zeezeilen. Ja. Daar komt ie. Zeezeilen geeft net zoveel voldoening als het werk binnen Paaks. Ja. Ja, zeezeilen. Overigens is zeezeilen tegenwoordig, dat zeilen is een beetje weg. We hebben nu een motorboot. Okay. Als je wat ouder wordt, dan krijg je dat ook. Ja. Maar het varen op zee is een uitdaging. Het is een uitdaging omdat het niet makkelijk is. En omdat er dingen gebeuren die je niet altijd kan voorzien. Je kan wel naar het weerbericht kijken. Maar er gebeuren toch dingen die je had. God, dat had ik niet verwacht. En uiteindelijk kom je dan aan in de haven. Ja. En dat is zo'n fijn gevoel. Ja. Want dat heb je dan gedaan. En hoe moeilijker de tocht geweest is, hoe meer genoegen het geeft om aan te komen. Daar komt toch weer het aard van het beestje naar boven. Flexibiliteit, uitdaging, creativiteit om te overleven. Ja. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Je houdt van het gevecht, geloof ik, hè? Jos? Nou, ja, ik moet er wel bij zeggen. Goeie gevecht. Dat als je wat ouder wordt, dan verandert dat wel een beetje. Ja. Maar ja, ik ben met in Spanje geweest met mijn zeilboot. We zijn naar IJsland geweest met een zeilboot. We wilden naar Groenland. We konden niet aankomen, want er was te veel ijs. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die je hele rest van je leven in je hoofd staan gegeven. En die vergeet je nooit weer natuurlijk. Ja. Ben je zeezeiler? Ik ben geen zeezeiler. Ik heb wel eens meegezeild. Ik vond het geweldig opwindend. Maar ik heb het niet het genot mogen hebben om het te doen, helaas. Okay. Nou, Jos, we komen zo langzamerhand ook zeg maar aan het einde van ons gesprek. En 76. Dat is al een lange tijd, zeg maar, na de AOW-leeftijd. Je hebt in die jaren van je pensioen tot nu niet stilgezeten. Maar je kijkt al wel terug naar zeg maar een periode waarin je je eigen vorm hebt moeten zoeken. Vanuit dat gegeven, wat kan jij andere pensionado's aanbevelen? Nou, ik geloof niet zo erg in, moet ik zeggen, wit en zwart. Met andere woorden, wat ik bedoel is, je werkt tot je 67ste, of 65 of 68 of whatever. Mm-hmm. En dan wordt er een knop omgedraaid en er is nul. Daar geloof ik niet in. Ik geloof, old soldiers never die, this is fade away, wat we eerder gezegd hebben. Ja. Ik denk dat je op een gegeven moment gas terug gaat nemen, of gas terug moet nemen. En dat is niet erg, want er blijft nog zoveel over wat je nog steeds kan doen. Dus ik zou tegen andere pensionaren zeggen, jongens, denk dan niet van nog 2 jaar of zo en dan ben ik aan de pensioengerechtigde leeftijd en dan kan ik lekker niks meer doen. Want niks doen is niks. Ja. En net zo goed als, wij hadden, Mieke en ik hadden wel het idee van, we gaan cruises doen. Nou, we zijn een paar keer met een cruise mee geweest. Prachtige luxe, en, je krijgt te veel eten, je drinkt te veel. Mm-hmm. En het is geen kloot aan. Nee. Het is geen uitdaging. Dus met andere woorden, zorg er nou voor als toekomstig pensionado dat je een aantal dingen houdt waar je lekker mee bezig kan zijn. De een doet het liever in de tuin. Ik vind de tuin overigens geweldig, vooral om in te zitten. Ja. Maar anderen vinden het misschien wel heel leuk om aardappelen te verbouwen. Of, het maakt geen moer uit. Ja. Als je maar met dingen bezig bent
die een uitdaging zijn en die misschien wel wat minder van je vragen dan in je werkzame leven, maar thuis achter een geranium, dat is het ook niet. En als je nou een paar concrete uitdagingen zou moeten noemen die jij hebt aangepakt, waarvan jij zei van dat heeft mij zo geholpen of gesteund of... Nou ja, buiten dat varen, want dat blijft natuurlijk wel een punt. Hè. We varen dit jaar ook weer, zeker 6 maanden, 7 maanden, bijna meer op een boot geleefd dan in huis. Het ondernemen, zien van waar mijn kinderen, mijn zonen mee bezig zijn, mijn dochter mee bezig is. Mm-hmm. Helpen eventueel, als ze daar behoefte aan hebben. Gevraagd, dat doe ik niet. Ja, dat is wel heel sierig en fijn, ja. Ja, ja. Hoe zie jij zeg maar, de komende jaren voor je, Jos? Om te... Zo doorgaan. Zo doorgaan? Ja. Ja? Zo doorgaan. En dan, weet je, op een gegeven moment is natuurlijk de vraag, hoe gaat het met je gezondheid? Ja. En een steeds belangrijker vraag. En dat heb je niet helemaal in de hand, maar op dit moment gaat het perfect. Gaat perfect. Ja. Ja. Dus, maar lekker zo doorgaan. Gewoon doorgaan, zou ja. Barry Stevens zeggen. Gewoon doorgaan en met je... groep van de immateriële groep om je heen. Je kinderen, je kleinkinderen, vrienden, kennissen, buren, weet ik wel allemaal. Ja. Goed overleg te houden, goed contact te houden. Ja. 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 Afsluiting van de podcast is altijd weer een verrassing, want de gast mag altijd de podcast afsluiten met wat hij maar wil, in jouw geval, wat jij maar wilt. Dus de microfoon schuift weer naar jou toe en je mag hem afsluiten met wat maar in je hoofd komt. Of hoe je het maar wilt afsluiten. Nou ja, het is eerder gezegd, een levensdoel hebben. In goed Fries, bouwen is lipje. Met iets bezig zijn waarvan je denkt wat een uitdaging voor je is. Waar je mee bezig kan blijven. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat dat gelukkig maakt. Jos. Hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Dankjewel. Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, Pensionado te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen. En nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado.